De Suidwatrawasi zal op dit jaar op 31 december gehouden worden op het Onafhankelijkheidsplein. De Federatie voor Afrikaanse Ranamang organiseert jaarlijks deze Suidwatrawasi op het plein. Volgens de voorzitter van de federatie, Ivan Wijngaarden, is deze wasi een traditie in Suriname afkomstig uit Afrika. Deze culturele traditie wordt elk jaar op de laatste dag van het jaar uitgevoerd. Ellie Purperhart, Winti-priester, is in 1993 met deze traditie begonnen. Met een mengsel van water, bloemblaadjes en geurtjes in een kappa kunnen Surinamers en toeristen elk jaar op 31 december op het Onafhankelijkheidsplein een wasi nemen of het gezicht even wassen. De Suidwatrawasi is intussen overgedragen aan de Federatie voor Afrikaanse Ranamang. Het ritueel wordt dit jaar wederom uitgevoerd door de leden van de federatie. Volgens Wijngaarden is het onterecht om te zeggen dat Suidwatrawasi afgoderij is. Het is cultuur. Het is afgoderij heeft kwaaie bedoelingen. Het heeft alleen maar goede bedoelingen. En daarom kan het geen afgoderij zijn. Het hoort bij ons cultuur. De ander heeft dit, de ander heeft dat. En wij hebben dit als het scheiden van het, zeg maar, het oude en het nieuwe jaar. De andere mensen gebruiken runzaan, gebruiken pagwa, kleurstof. Wij gebruiken dit bij het scheiden van het oude en het nieuwe. En we denken we gaan het nieuwjaar in, fris het nieuwjaar tegemoet. En met alleen maar de slechte dingen wegwassen. En als het lichaam open voor alleen maar goede en ideale dingen. Wijngaarden zegt verder dat het nemen van de Suidwatrawasi te maken heeft met waar de persoon in gelooft, ongeacht de religie of culturele achtergrond. Geloof dat het je goed doet, dan ga je ook lekker voelen. Als je niet gelooft, dan ga je het niet voelen. Maar anderzijds is het zo dat we respect moeten hebben voor andermans cultuur en beschaving. Dus ik zeg altijd, al doet het je niks. Het is een stukje beschaving van honderden jaren. En dat moet je het respect opbrengen om waardering voor te hebben. En niet schelden op wat vele kerken onder andere doen in Suriname. Dat is absoluut niet goed. Ivan Wijngaarden, voorzitter van de Federatie van Afrikaanse Ranamang. We spraken hem vandaag over de jaarlijkse Suidwatrawasi op het Onafhankelijkheidsplein.